Enzo, Gio en Don. En even een unpopular opinion, focusdrink is echt f*** van de meisjes. Als ik mij moet vergelijken met een persoon, heb ik het gevoel dat het meeste m*** is. Ik snap er echt geen fluit van. We zijn 8 maart. En het is aan het regen. Het sneeuwen. Oké. Okay. Goedemorgen mensen. Welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Loran en vandaag is het 8 maart. Het is woensdag en ik ga mij klaarmaken. Ik ga even eten en dan ga ik gaan sporten. Ik moet een uurtje op de fiets en dan ga ik gaan lopen. Maar ik ging naar de Basic Fit. Maar daarvoor moet ik met de auto gaan. Dus ik ga mijn best mogen doen om niet te gevaarlijk te rijden. What the f*** is dit? Ik snap er echt geen fluit van. Waarom is het dan sneeuw? Mensen die zeggen dat de oppervlakte van de aarde niet bestaat. Get your shit together. Like, what is dit? Hier snap ik echt helemaal niks van. Kijk, ik ga mij klaarmaken en dan ga ik al door rollen. Ik heb een comment gehad van Jos Jos. Die zegt dat ik meer moet filmen als ik ga sporten. Dus ik zal jullie meenemen als ik op de rollen ga en als ik ga lopen. Dus ik zie jullie zo. Ik zit nu op de rollen. Het is hier fucking koud. Ik ga mijn rollen echt gewoon eens binnen zetten bij mij. maar ik heb nu een training. En dan straks ga ik gaan lopen in de Basic Fit. Ja, sportief dag. Ja, en daarna schoolwerk. Dus ja, ik zie jullie zo. Het is een lastige training, dus ik ga niet te veel praten. Ciao, ciao. Ik heb net mijn warm-up gedaan. Ik zit een kwartiertje in de training. Nu nog een minuut en een half wachten voordat ik 3 keer 10 minuten heb aan de zone 4. Dus threshold intervalletjes vandaag. 3 keer 10 minuten aan 230 watt. Begin van het seizoen. Mijn zones liggen nog heel laag. Dat mag zeker nog 50 watt omhoog tegen de zomer. Graag wil ik dat mijn rustige duur tegen de 200 watt ligt. Dat mijn FTP rond de 280, 290, 300 ligt. Dus ik denk wel dat het moet lukken. Maar consistent trainen en hard trainen. Dus daar ben ik nu mee bezig. En gewoon vertrouwen hebben in het proces. Trust the process, zoals ze zeggen. Ondertussen ook lesje kijken. Want ja, dat is ook nodig. En dan kan ik straks bijna mijn oefening. Naar mijn loopworkout. Dus ik ben hier over 20 seconden en mijn 3 keer 10 minuten. En ik check jullie zo als ik helemaal afgepeigerd ben. Ik moet nog 4 minuten doen in totaal. En dit is zo'n vermogen. Onaangenaam aanvoelt. Eigenlijk gewoon rustig wil trappen. Maar we kunnen het wel volhouden, maar het is gewoon zo oncomfortabel. Dat is threshold. Dat is zo getrapt zo net. Dat het zo hard is, maar dat je zo net zachter kunt. En dan straks nog een pittige workout in de Basic Fit op de loopband. Gelukkig kan ik les kijken. Oké, mensen. Jullie kennen waarschijnlijk wel allemaal deze 3 vloggers. Enzo, Gio en Don. Nu, ik ben zelf al bijna 50 dagen, of misschien zelfs nu al 50 dagen aan het dagelijks vloggen. Dus ik dacht, waarom zou ik niet gewoon mijn mening geven en mijn visie rond deze 3 dagelijkse vloggers. Dus laten we daar even mee starten. Nu, we zullen even beginnen bij de kleinste. Ik denk dat Don de allerkleinste is en dan Gio en dan Enzo. Dus we gaan even starten bij Don. Nu, wat vind ik van Don? Ik vind dat Don een beetje, ja, niet echt mijn type content. Ik heb ze alle 3 gekeken natuurlijk om een beetje inspiratie op te doen en te kijken wat zij doen, hoe dat dagelijks vloggen in elkaar zit. Wat ik heb gemerkt bij Don is dat Don vooral random dingen filmt. Don is zo, die wil gelijk content plannen en wat hij veel doet is zo uitgaan met vrienden. Maar ik heb het gevoel dat zijn doelgroep zo jonge kijkers zijn en dat het feit dat hij dan op drank- en zuipvakanties gaat, ik drink zelf niet, wat ik al heb gezegd, wat je waarschijnlijk al weet, maar Don die gaat dan op zuipvakanties en hij noemt dat dan ook zo in zijn vlogs en dan vraag ik mij toch een paar keer af, is dat wel goed voor jongeren doelgroep om dan op zuipvakantie te gaan. Natuurlijk is het wel, ja, niet mijn type content, maar misschien is dat voor sommige mensen wel grappige content. Dan vraag ik mij toch wel af, Don, is dat wel de manier om te vloggen en om zo'n levensstijl te hebben op uw leeftijd? Dat is een klein beetje raar. Dus ja, ik weet niet, Don is niet mijn favoriete dagelijkse vlogger. Lijkt mij wel een chille guy, lijkt mij wel slim hoe dat hij met geld moet omgaan en zo. En hoe dat hij het aanpakt, zeg maar, qua investeringen en zo. Ik denk dat hij dat allemaal goed doet, maar daar ook veel begeleiding van heeft met de maar realistic.
En even een unpopular opinion, focusdrink is echt fucking shit. Ik heb dat al geproefd als ik naar Amsterdam was met mijn vriendin. Ik heb daar meerdere focusdrinks getest en ik dacht, wat is dit voor een shit drankje? Dit is echt disgusting. Eén drankje smaakt gewoon naar Red Bull aangelengd met water. En dan de andere was ook gewoon niet te zuipen. Dus ik... En dat was trouwens in november of eind oktober 2021, denk ik. Dus misschien zijn ze al geüpdate, misschien zijn ze beter, maar toen waren ze alleszins fucking shit. En dan ja, had je zijn vriend Royalistic natuurlijk, waarmee dat hij vaak omgaat, die kring, ik weet niet, dat is een beetje, ja, niet echt mijn type personen, zeg maar. Dus ik weet niet wat ik daarvan moet denken. We gaan even doortrekken naar Gio. Gio is ook zo'n vlogger die eigenlijk, Don maakt bijvoorbeeld de vlogs. Die maakt gewoon, die zet daar gewoon een titel en die zet daar gewoon een thumbnail. Ik denk niet dat hij daar super veel werk in steekt. Ik denk wel dat hij weet wat hij in een thumbnail en een titel moet zetten, maar dat hij daar niet super hard over nadenkt. Terwijl bij Gio gebruikt altijd meisjes of andere mensen om in zijn thumbnail te zetten, wat dat mij fucking hard frustreert. Ik heb eerlijk gezegd ook gewoon gedeabonneerd van Gio, omdat ik dacht, ja, wat is dit nu weer voor content? Je ziet dat ook aan zijn cijfers. Hij krijgt er amper subs bij. De views dat hij haalt zijn gewoon consistent van de views van wat dat hij eigenlijk... Hij groeit niet meer. Dat is gewoon... Hij heeft 1,4 miljoen subs of zo. De views die hij haalt zijn gewoon constant gewoon dezelfde viewers. Van mensen die gewoon elke dag naar zijn video's kijken. Vanaf dat die base wegvalt, het is nergens dat hij aan het groeien is of zo, dat hij groter wordt. Dus dat is wel een beetje raar om te zien. Ja, ik bedoel, je maakt wel daily content dus. Om dan niet te groeien, ja, natuurlijk 1,4 miljoen subs voor een Nederlandstalige YouTuber is natuurlijk niet weinig. Maar het is gewoon raar dat je niet groeit. Dat toont gewoon aan welke soort mensen dan naar zijn video's kijken. Dat dat gewoon constant dezelfde doelgroep is. Dan heb je, ja, bij Gio, zoals ik zei, gewoon constant meisjes in zijn thumbnail zetten. Gewoon, ja, borsten van de meisjes. En dan daarop, ja... Of inspelen op zijn liefdesleven vooral. En dan maakt hij rare... Ik heb ook een TikTok gemaakt trouwens over Gio. Ik zal die even tonen. Nee, ik ga even naar Gio. En die maakt dan ook rare filmpjes, zoals je ziet, met zijn ouders. En rare filmpjes met Jade. En hoe dat hij raar reageert op situaties. Dan begon hij ook ineens te roken, terwijl hij ook een jongere doelgroep heeft. En dan begint hij ook... dan gaat hij ook mega veel gaan drinken. En toont hij zo van die rare dingen in zijn vlogs. Dat ik denk, is dat nu wel hoe dat je moet gedragen tegenover je jongere kijkers? Like, jij wordt ook al, ik weet niet hoe oud hij is, 25 of zo. Misschien moet je eens opgroeien. Dat vraag ik mij vooral af bij Gio. Ik denk dat hij ook misschien niet echt de juiste vriendengroep daarvoor heeft. Dat hij vooral mee wil doen. Dus ook om het over in zijn, als ik zijn vlogs keek. Want ik ben gestopt met kijken omdat ik dacht, ja, het is gewoon constant drama. Het is gewoon, of dan zet hij zo dingen in zijn titel dat gewoon zo niet gebeuren in zijn vlog. Dat ik mij afvraag, ja, oké, Gio. Dit is gewoon cringe en annoying, eerlijk gezegd. Dus sorry, maar die twee YouTubers, ik ben er keine mee gestopt met te kijken omdat ik dacht, wat is dit nu weer voor een klotenboel? Dus sorry. Maar dan hebben we de laatste, Enzo Knol. En ik ga heel eerlijk zijn, love Enzo Knol, man. Als ik zijn vlogs kijk, goeie, heel de tijd, veel hyped. Hoe dat hij omgaat met problemen, met zijn huis. Ik zou zot zijn gekomen. Hoe dat hier elke dag staat, dat is de enigste die ook lange vlogs maakt. Natuurlijk, hij het ze niet zelf. Hij kan wel meer vloggen, maar daardoor ziet je ook wel dat hij rustiger is. Hij doet ook meer, heb ik het gevoel. Hij denkt ook meer aan zijn doelgroep. Dat is ook hoe, hij loopt niet buiten zijn schoenen, zeg maar. Natuurlijk heeft hij een Lamborghini Urus, wat dat ook veel geld kost. Maar het is niet dat hij, zoals de andere twee YouTubers, echt smijt met het geld. Hij doet het ook voor de goede dingen en zo. Ik heb het gevoel dat Enzo het meest normaal is als ik bekijk met die andere twee vloggers. En ja, man, gewoon dikke love naar Enzo, eerlijk. Hoe Enzo het al bijna 10 jaar klaart, ik snap het echt niet. Misschien is het nu ook omdat ik met school zit dat het voor mij ingewikkelder is om dagelijks te vloggen, maar ik doe wel mijn best. Dus Enzo, ja, dat is gewoon insane wat hij doet. En gewoon ook met Miron en al, ik heb het gevoel dat die een mega hard powerkoppel zijn, eerlijk gezegd. Gewoon hoe dat die dingen samen aanpakken, hoe dat die elkaar motiveren om bijvoorbeeld te gaan sporten. Of als ik mij moet vergelijken met een persoon, heb ik het gevoel dat het meeste met Enzo is. Qua gewoon hoe dat hij, ja, zijn leven doet. Ik gewoon vaak op vakantie naar plekken waar dat ik ook gewoon naartoe zou gaan. Of gewoon gaan sporten, eerlijk gezegd. Hij ging ook gaan mountainbiken af en toe. Ik weet niet of hij dat nu nog doet, alleszins komt niet meer in de vlogs. Maar zijn vlogs check ik wel als ik tijd heb. En ja, nee, Enzo, daar heb ik echt super veel respect voor, hoe dat hij ook alles aanpakt.
gepakt en qua zijn fans en zo. Dus daar zou ik echt niks fout op kunnen zeggen. Misschien is hij daar ook naar gegroeid in al die jaren dat hij al vlogt. Maar die Gio en Don, vooral Gio, heb ik het gevoel dat dat zo meer sensatie is. En hij wil gelijk, hij zoekt gelijk dingen om zijn terugblijvende kijkers weer op zijn video te laten klikken. Zo'n ding heb ik het gevoel bij Gio. Terwijl Enzo is ook, ja, die toont gewoon letterlijk in zijn thumbnail en titel wat er gebeurt in zijn dagelijkse leven. En gewoon hoeveel werk dat hij erin steekt met eBay-video's, met Enzo Knol 2-video's, met Shore. Die heeft letterlijk een heel team achter hem gezet voor zijn bedrijf. Dat is eigenlijk de ultimate goal met dagelijks vloggen. Ik bedoel, groter kun je niet worden. Dus ja, dat is een beetje mijn mening over die drie YouTubers. Ik ben benieuwd naar jullie mening. Laat die zeker even ook weten. En daar raak ik er wel naar uit. Misschien ben ik helemaal compleet fout. En misschien is Gio Don veel nicer in persoon dan dat ze op camera voor mij overkomen. Maar ja, nee, dat is een beetje hoe ik erover denk. Ik ga alleszins, als ik iemand heb aangevallen of als een van de drie het kijkt en ik heb jullie een beetje beledigd, I'm sorry, but it's my honest opinion. Als je niet zo bent, nodig mij dan even uit om te checken of dat niet zo is. Ja, nee, dat is eigenlijk waar ik, wat ik een beetje achter sta, wat ik van vind. Maar kijk, wij zijn ook aan het dagelijks vloggen. Wat ik al heb gemerkt met het dagelijks vloggen is dat je er fucking veel tijd in moet steken. En het is echt een grind. Zeker als je moet editen ook. Merk dat ik daar gewoon zoveel tijd in steek. Ook al is het een korte vlog. Ik probeer iets meer interactie en minder gewoon zo stukjes aan elkaar te knippen. Maar echt gewoon ook zo bijvoorbeeld een zoom-in effectje of tekst eronder. Of muziekje eronder zetten of een effectje erbij te zetten. Gewoon om de vlog leuker te maken. Omdat ik ook nieuwe kijkers moet aantrekken natuurlijk. Ik moet niet mijn kanaal gewoon consistent houden. Ik moet nog proberen groeien. Dat is vooral mijn goal, dus ja, daar ben ik vooral mee bezig. Alleszins, ik ga nu huiswerk maken, because I have to. Ik heb gezegd dat ik ging lopen, I know, ik ga het nog doen, maar vanavond, ik ga eerst zorgen dat ik even dit deeltje van het huiswerk kan. Ik vraag aan jullie om even te abonneren, om even te liken, om even te subscriben op mijn channel, want even gewoon een dikke sub knallen, dat zou nice zijn. We gaan even naar die 500 subs gaan. Ik ga nu voor school werken, dus ik check jullie zo. Lieve kijkertjes, ik zit al een hele namiddag aan mijn code te werken en het werkt. Ik krijg het gewoon niet gefixt. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik snap hier echt geen fluit van. Kijk, het is al donker buiten. Ik ga straks gaan lopen met Elias, mijn tweede workout van vandaag. Maar ik ben hier al een hele dag mee bezig dus en ik snap gewoon niet wat ik moet doen. Ik krijg gewoon heel tijd errors. Dus als ik dat hier gefixt krijg vandaag, dan ga ik mezelf zot verklaren, maar ik ga hier nog blijven werken totdat het hier in orde is, want dit is insane. Ik heb trouwens ook een afspraak gemaakt voor mijn neus, om eens te gaan luisteren bij de dokter hoe dat zit voor een operatie of zo eventueel. En voor qua competitie hoe dat daar zit met mijn triathlon, of dat ik ga kunnen trainen en zo die dingen. Dus gewoon even een informatieve afspraak en dan eventueel een operatie plannen. Dus ja. Dat wordt spannend. Ik ga ondertussen nog een beetje verder werken, want over een half uurtje moet ik melk klaarmaken. In deze vlog zat ik dus commentaar te geven over de verschillende vloggers en over wat ze niet goed doen. En dan sluit ik zelf de vlog niet af. Typisch ik. Alles is, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vlog. Morgen ben ik er natuurlijk weer bij om 6 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao!